Afgelopen zaterdag raakte Lorenzo Burnett tegen PSV na bijna een half uur spelen geblesseerd aan zijn rug en moest hij voortijdig het veld verlaten. Maar donderdagochtend trainde hij alweer voluit mee en lijkt hij fit genoeg om vrijdagavond te kunnen spelen tegen PEC Zwolle. Hoe gaat het met je rug? Ja, het gaat de goede kant op. Ik ben zo goed als fit en ja, het gaat goed. Burnett heeft geen idee hoe de rugblessure zaterdag kon ontstaan. Ja, ik weet echt niet hoe dat is gebeurd of hoe dat is gekomen. Maar dat is nog een vraagteken, maar ik ga me daar niet druk om maken. Ik ben gelukkig weer heel goed hersteld, ook snel. En ik had het iets langer verwacht, dus daar ben ik wel blij om. En dat ik gewoon weer kan voetballen, daar ben ik wel tevreden. Dus. En hier gaat Burnett. Burnett leverde tegen PSV een belangrijke bijdrage aan een prima eerste helft van FC Groningen. Zijn voorzet in de 20e minuut leverde indirect de 2-1 van Filip Kostić op. 10 minuten later moest Burnett echter noodgedwongen van het veld en werd hij vervangen door Giuliano Wijnaldum. Ik zat lekker in de wedstrijd, won mijn duel, kwam er overheen. En zoals jij zegt, dat ik bij de 2-1 wel een aandeel had. Dus ja, voor mij was het extra balen. Maar ja, we hebben daar gewonnen. Dus dat is, ik ben ook wel weer blij voor ons. Net als voor Burnett was het voor Ricciardo Zivkovic deze week geen optimale trainingsweek. Al had het niets te maken met een blessure van de jonge spits. Ja, ik had een toetsweek en nog wat belangrijke dingen met mijn profielwerkstuk. Dus toen had ik twee trainingen, heb ik niet meegedaan. Ging het goed? Ja, is goed gegaan. Prima. Hoe is dat? Want je krijgt natuurlijk alle aandacht. Flink in de picture. Maar school gaat ook gewoon door. Ja, natuurlijk. Ik moet gewoon mijn havendiploma halen. Dus dat had deze week even prioriteit. Ja. En nu gewoon vrijdag. Vrijdagavond heeft PEC Zwolle prioriteit. Zivkovic wist de laatste 3 wedstrijden te scoren en is dus in vorm. Mocht hij vrijdagavond tegen PEC Zwolle, net als eerder tegen Vitesse en PSV, ruimte krijgen om diep te kunnen gaan, dan zal hij waarschijnlijk weer levensgevaarlijk zijn. Je krijgt altijd ruimte. Er is altijd ruimte om diep te gaan, maar... We beginnen gewoon weer in blok. Ja, dat kan ook hoog zijn, kan laag zijn. Blok is blok. Als je maar compact staat en vanuit daaruit gaan we als de bal voorover, dan gaan we vooruit. Aan de andere kant denk ik ook, hun hebben ons ook bekeken en hebben ze ook gezien dat wij heel gevaarlijk zijn met de ruimte. Dus ik denk, ja, ik hoop eigenlijk wel dat ze veel druk geven, want dan komen wij weer in onze kracht. Maar zo niet, dan gaan we gewoon uit van onze voetballende kwaliteiten. Want we hebben ook genoeg kwaliteit om doorheen te voetballen. Ja, want ook op kunstgras, dan kun je helemaal je voetbalkwaliteit laten zien. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb het liefst niet. Het liefst heb ik gewoon normaal gras, maar ja, het hoort zo, het zij zo. Dus ja, gewoon doen. FC Groningen oefende donderdagochtend als afsluiter van de training op voorzetten. Burnett gaf ze vanaf links, iets wat hij vrijdag tegen PEC ook veel hoop te kunnen doen. Ik probeer altijd veel op te komen, dus ik hoop dat het wel goed zit. Ja. Ja. Jij hebt de laatste weken weer een beetje de Lorenzo gezien van het eerste seizoen bij FC Groningen? Nou, ja, heel klein beetje. Ik ben nog lang niet waar ik in mijn eerste seizoen was, maar ik ben wel heel goed op weg, vind ik. Ja. Precies, je bent op de goede weg weer. Ja, ik ben op de goede weg weer en ik denk wel dat het wel goed komt met mij. Tegen PEC Zwolle vervangt Christian Adorian de zieke Nick van der Velde. En mocht er nog een keeper van FC Groningen om wat voor reden dan ook afhaken, dan kan wellicht Zivkovic plaatsnemen onder de lat zoals hij hier doet na de training. Is het iets wat je misschien ook nog een keer gaat doen, keeper? Nee, zeker niet. Maar voor de grap. Even later staat Filip Kostić in het doel. Hij laat zien over keeperstalenten beschikken. Hij wil zo graag keeper, nou ja, wordt helemaal vrolijk en dan doet hij een beetje raar, maar voor de rest... De inzet van Rasmus Lindgren zou Kostić echter ook niet tegengehouden hebben.